feest bij de Nijmeegse voetbalclub Kwik 1888. Na 67 jaar staat daar de KNVB-beker weer in de kantine. In 1949 won de club de Nationale Voetbalbeker, maar dat was toen een wisseltrofee. Na een jaar moest Kwik de bokaal weer inleveren. Verschillende sponsoren brachten onlangs geld bij elkaar om een replica van de beker te laten maken. KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag kwam de beker hoogstpersoonlijk overhandigen. Ik vind het een geweldige actie. De KNVB-beker is een belangrijk toernooi. Het is het enige toernooi waar amateurclubs en betaald voetbalclubs om een beker kunnen strijden. Dat is in alle landen in de wereld is dat zo. Dus dat is een competitie die je moet koesteren. En vroeger werd hij, toen er nog geen betaald voetbal was, voor 1954, ja, toen werd hij altijd door een amateurclub gewonnen. Nou, naarmate er meer professionele clubs waren, werd dat natuurlijk allengs minder. Maar goed, het is een wisselbeker, dus ja, er hangt ergens op de muur of er is ergens in een krantje te lezen dat dat was. Maar nu kan men ook echt zien dat het een heel belangrijk historisch moment voor de vereniging is geweest. Doordat die beker hier een prominente plek krijgt. Dat vind ik uniek. En ik zou hopen dat heel veel andere amateurverenigingen die ooit deze prijs hebben gewonnen en de mogelijkheid hebben om zoiets aan te schaffen, dat ze dat zouden doen. Want dat is erg leuk voor ze. Voetbalclubs die laten over het algemeen wel een replica maken, maar ja, die hebben daar ook makkelijk het geld voor. En een amateurclub niet. En ik kan maar geen amateurclub voor de geest halen waar dat ook al gedaan is. Tegenwoordig, vroeger ook, werden de kleine bekertjes uitgereikt aan iedere speler. Die kon men mee naar huis nemen. Dat is nu ook. Maar de echte wisselbeker, ja, die moest weer terug.